Voorzitter, als de overheid niet integer is, dan zijn de burgers vogelvrij. En het schort aan integriteit bij deze overheid. Ik noem de toeslagenaffaire, het Groninger gasveld, de beïnvloeding van de OMT-adviezen, de Sievert-deal en de stikstofwaanzin. En voorzitter, klokkenluiders zijn integriteitsbewakers. En de kwestie met de NPO-klokkenluider is geen incident, maar exemplarisch voor hoe onze overheid op dit moment opereert. En Nederland, en de NPO in het bijzonder, hangt aan elkaar van netwerkcorruptie en vriendjespolitiek. En ook nu weer wordt het onderzoek gedaan door het zogenaamde onafhankelijke controleurs van het Rijk, de ADR. En de slager keurt opnieuw zijn eigen vlees. Op mijn schriftelijke vragen in deze kwestie antwoordt de staatssecretaris stevast: naar de feitelijke gang van zaken rond deze melding wordt door de ADR onderzoek gedaan. Maar we zijn inmiddels 2 jaar na de melding. Dus wat gaan we hier vandaag dan doen? En krijgen we vandaag dan wel antwoorden? En gaat de minister of de staatssecretaris vandaag wel een oordeel vellen over secretaris-generaal Marjan Harmersma, die haar liefdesrelatie met Sjoerd Rijksman niet meldde aan de klokkenluider? En gaat de minister uitspraken doen over de schimmige salarisfraude bij de NPO? En kan de minister aangeven wanneer de wet bescherming klokkenluiders dan wel operationeel wordt? En hoe gaat hij ervoor zorgen dat deze wet ook in de praktijk wordt nagekomen? En kan de minister aangeven hoe vaak soortgelijke meldingen gedaan zijn bij het ministerie van OCW en bij de publieke omroep? En voorzitter, iedereen is tegen wil en dank lid van deze publieke omroep. En de dikbetaalde presentatoren staan dus bij de burgers op de loonlijst. En het is het zoveelste voorbeeld van de burger die betaalt, maar helemaal niets bepaalt. En waarom schaffen we die subsidie aan de NPO eigenlijk niet gewoon af? Dan zijn we van dit hele probleem af. Voorzitter, BVNL wil dat de D66-wethouder en de secretaris-generaal van OCW op non-actief worden gesteld. En er een echt onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken binnen de NPO. En hiermee kan een eerste stap gezet worden op de lange weg terug naar het vertrouwen in het belang van Nederland. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer.